niemand keek ernaar en niemand deed er ook wat mee, weet je wel. Dus dan denk je, ja, ze kunnen wel zeggen van het mag niet. Alles wat onder water ligt en waarvan je het idee kan hebben dat het van historisch belang is, dan is dat beschermd. Als je niks deed, dan raakte het weg. Een unieke vondst in een scheepswrak in de Waddenzee. Dit is nog het topje van een ijsberg, want er is nog veel meer, er komt nog veel meer. I really genuinely think it would be tragic if the rest of the ship cannot be excavated. Hier heb je hem. Val hem uit, Frank. En de tropen heb jij je duikopleiding gedaan en je komt dan voor het eerst in de Waddenzee, ja, dan is het wel even schrikken. Je hebt geen 30 meter zicht zoals je gewend bent in de tropen. De stroming in de Waddenzee die is gewoon zo sterk. Wij zeggen altijd, kruipen we meer als wat over de bodem, zeg maar, als zwemmen. Beneden op de bodem is wel het een en ander leven. Zeesterren, donderpad, zeenaald, krabbetjes. Als het nou hard waait, dan heb je meer stroming in het water. Dan is het meters zand in de droom verschoven. Meters. Die komt er een wrak hier voor de dag. Maar er liggen er een bult. Liggen er. Ja, honderden. Echt honderden. Het is karrelen noemen wij. Het wrak afgaan, kijken wat je ziet en hoe het erbij ligt. Op ontdekking gaan eigenlijk onder water. Je zwemt over een stuk zand heen en je komt iets tegen, dat neem je mee. Maar je hebt geen flauw idee of dat nou van een achterschip komt, of een middenschip, of een voorschip. Ja, het komt van die plek af en verder weet je niks. Het palmhoutwrak was zeker interessant, omdat we wisten dat er nog niet op gedoken was. Dat kon je gewoon zien, om de mogelijkheid van het wrak en wat er nog allemaal gewoon lag. Een paar duizend items zijn er wel uitgekomen. Boeken, de gouden opdruk zag je. Porselein, een stuk of vijf genoemd. Vergeulde zilver en zo. Hele kleine parelmoerdeeltjes van een kistje. Het glimt zo tegen Jan. Dan word je wat graaiiger. Ja, het is een soort museum onder water. Als je een nieuw wrak hebt, dan moet je wel onderzoek doen. Wil je weten in welk museum je bent. Dat doen we met meten en foto's, filmpjes en toch ook de geschiedenisboeken induiken. Niemand keek ernaar en niemand deed er ook wat mee, weet je wel. Dus dan denk je, ja, ze kunnen wel zeggen van het mag niet. Maar wij hadden wel in de gaten dat als je niks deed, dan raakte het weg. We zien hier een kaart van het westelijke Waddenzeegebied met Texel. En hier is het wat meer ingezoomd. En dan zien we ook aangegeven de voormalige reede van Texel. Waar in de 17e eeuw alle schepen lagen om geladen en gelost te worden. Dan konden op sommige momenten konden er wel honderden schepen liggen. Het was als het ware het Schiphol van de 17e eeuw. Met storm vanuit het westen, dan liggen die schepen goed beschermd. Het eiland ligt ervoor, weinig golven. Maar als de storm van de andere kant komt, zijn al die schepen die bij elkaar liggen. Er hoeft er maar één van zijn ankers af te slaan. En zo'n schip gaat stuurloos door dat woud van masten heen. Voor je het weet kunnen soms wel op één enkele nacht 50 schepen vergaan. Dat iets een rijksmonument is, dat betekent dat het echt een speciale status heeft. Dat betekent dat feitelijk alles wat onder water ligt en waarvan je het idee kan hebben dat het van historisch belang is, of dat het echt erfgoed is, cultureel erfgoed, dan is dat beschermd. Dus dan mag je daar eigenlijk niet aankomen. De wet is vrij strikt. Je moet niet zomaar dingen meenemen, niet zonder te documenteren. En ook al helemaal niet zonder het gewoon direct te melden. Van gebieden in Nederland weten we dat de kans dat daar iets ligt, dat die heel groot is. En dat zijn ook gebieden die we dan in kaart proberen te brengen met sonar, met multibeam. En dan zie je dus ook welke gebieden verdiepen of waar juist zand bij komt. Nou, de gebieden waar zand weggaat, waar erosie plaatsvindt, ja, dat zijn de gebieden die je in de gaten moet houden. Want dat zijn plekken waar wrakken vrij kunnen spoelen. Na 1925 begon men natuurlijk met de aanleg van de afsluitdijk. En dan zie je, daarna zie je toch wel heel snel verandering ontstaan. Dan zie je dus het hele geulenpatroon zie je veranderen.
We gaan met een multibeam gaan we de bodem scannen. Maar het geeft eigenlijk een hele goede gedetailleerde scan van de zeebodem. Plus alle objecten en wrakken die op de zeebodem liggen of uit de bodem steken. Omdat we dit jaarlijks doen, kun je die beelden dan met elkaar vergelijken. En dan kun je ook de veranderingen kun je monitoren. Ik denk dat we wel hebben gezien, dat hebben wij als duikers gezien in die systematische monitoring. Dat complete scheepswrakken in, laten we zeggen, 10 jaar kunnen verdwijnen. Of dat er in ieder geval heel veel van zo'n vondscomplex wegspoelt en wordt opgevreten en kapot gevist. Het zijn eigenlijk maar twee wegen die logisch zijn om te doen. Of je graaft het op, of je moet er een fysieke bescherming op aanbrengen om te voorkomen dat dat wegspoelen en dat opeten door de paalworm en geraakt worden met sleepnetvisserij, dat dat ophoudt. Daar hebben we toen een methode ontwikkeld met stijgergaas om actief, heel actief zand in te vangen en de bodem over zo'n wrak weer iets omhoog te krijgen. Het is 60.000 vierkante kilometer groot, ons wateroppervlak. Maar dat betekent dus wel dat je moet prioriteren. Welke vindplaatsen je dus behoudt, welke vindplaatsen je misschien niks aan hoeft te doen en welke je misschien zult moeten opgraven. I know that there are lots of other shipwrecks in oceans around the world that we don't know about. The point about the find at Texel is that we know about this ship. I really genuinely think it would be tragic if the rest of the ship cannot be excavated. It's just a unique opportunity. And the idea of letting the rest rot away or be eroded away by the forces of nature is quite unbearable. De Rijksdienst zweert bij behoud in situ. Maar als je een auto laat staan 10 jaar, heeft die ook vierkante banden, snap je? Het is geen oplossing. Het enige wat je daarmee doet is, je behoudt je tijdcapsule. Het zit ergens in. Maar onder die netten, onder die zandzakken, vergaat het even goed. Bizar! Een jurk!